met die ring, hè? Ik kreeg er gewoon door, zwaar. Wat is de mis wie nog alweer? Ah. Ik heb er gewoon doos van Pien. Ik heb er een neupen al in de vinger. Laat maar zitten. Waar was ik? Oh ja. We zien hier natuurlijk bij elkaar voor een trouwerij. En wat voor rennen? Onze Bart, die wil getrouwen met zijn Mieke. Bart. Voor veel vrienden knak. Voor sommigen knakworst. Voor ons Bart van Arno, van Jan, van Smulders Sef en Nelly van Jacques van Lot en Fien van Klompendriek. Maar voor de meeste gewoon Bart. Wat ik van Bart weet is dat hij een druk leven heeft en geen wil halen. Dat kan ik ook wel zien. Als ik dan Liesje zie, van de proclamatie met activiteiten allemaal. Maar dan ga je er niet verder op in. Is de middag te kort voor en het weer te koud. Nou is het raar, hè, dat in Bart tegen mij altijd het gezag dat hij niet mooi trouwen. Bart heeft altijd gelijk. Mente. Soms is dat ook zo. Maar in dit geval dus wel niet. Ik ben dus hier hoor, natuurlijk heel blij dat het dan toch, dat het dan toch gaat gebeuren. Bart is in mijn optiek altijd een heel gelovig type geweest. Elk hoes wat in binnenkomt, gaat in onze wet door de knieën. Dat zie ik zo vliegen op zondag nog een aantal doen. Dat komt er in lengte, haal ik even in de midden. Ik wou op het moment van de trouwerij, dat ik op van de trouwerij huurde, nog niet hier. Ik wou nog missiewerkend verrichten op de Cayman-eilanden. De heren doet gezag. Geduld is een schone zaak, hè. Maar je hebt ook gezag, geld en vermenigvuldigd u. Ik ben toen ook maar gegaan. Ik ben op veel plaatsen in de wereld geweest. En ik kan u vertellen, dat hier het niet alleen maar witte scheup. Er is van alles in die kudde te krijgen. Een missiewerk is dan ook zwaar. Dat kan ik u wel vertellen. In die landen kunnen ze ook niet zo goed verstaan. Dus komt het vooral veel neer op lichaamstaal. Maar dat beheers ik inmiddels prima. Maar nou genoeg over mij. Op het moment dat ik huurde van de trouwerij, ben ik maar gelijk hierheen teruggekomen om het te regelen. Ik wist dat ik gauw moest zien om die twee te trouwen. Want ik had gehuurd dat in Bart al een beschuit met muskusauto voor de deur had staan. Zo'n station met ruimte voor al een paar aantal opvolgers. Bart. Die wil je vandaag wel gaan trouwen. En dan gewoon met een schone aanwinst. Ik weet op de dag van vandaag niet hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Maar blijkbaar heeft in Bart er iets. Je kunt hier spreken van een waardevermeerdering. Waar een schachelaar trots op zou zien. Mieke. Veel vrienden. Mieke. Voor sommigen, Mieke. Voor ons, Mieke van Ger, de witte was van Roort, Sjaak, en van Bets, van Frietjes, zien we hem. Maar voor de meeste gewoon, Mieke. Als we het hij al verbracht in zijn drukke leven, hebben we dat van Mieke nog niet gezien. En dat gaat hij hier ook niet zien, want daar heb ik werk in een tijd voor. En het blijft koud. De heilige Gerbera, beschermheilige van de knotwilligen en de Kebroekse beek, die het gezag.
Altijd na de veut is ook niet alles. Maar even terug naar Mieke. Die Mieke die kan er ook wat van. Samen twee bezige bijtjes dus. Druk in de weer en net genesteld op de Jakkepoelsweg. Dus dat gaat helemaal goed komen. Denk ik zo. En ik zal persoonlijk eens een keer op bezoek komen. Waar ongeveer 9 mond, iets dergelijks. Een keer te kijken. Ze kunnen veel zeggen over blondjes, maar ze zijn in ieder geval blond. Wat die twee dus in ieder geval hebben, is veel energie, vrienden en inspiratie om heel duchtig aan de slag te gaan met de carnaval. En daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Maar ik denk dat we maar eens gaan beginnen met de trouwerij. Getuigen, hebben jullie nog bezwaren tegen dit voorgenomen onechte huwelijk? Nee, ik heb bezwaar. Dan ga ik nu over tot het voltrekken. Sorry. Voltrekken van dit onechte huwelijk. Bart, wilde jij Mieke nemen tot onwettige echtgenote? En gooi je tien, maar ook een slechte. In tien met de ballen van Mieke als we zelf in de keur vliegen. Maar ook in tien met elke doorloopbal strand tegen tegen de pol. Wat is er op uw antwoord? Als dat betekent dat wij straks ook regelmatig samen de curve in mogen vliegen, dan zeg ik, heel geer. Dan Mieke, wilde jij Bart nemen tot uw onwettige echtgenoot? Ik gooi het hier, maar ook een slechte. En die dat alle ballen van Bart naar voren weer gekopt. Maar ook in die dat Bart de driedubbele schier probeert. Maar vervolgens over zijn eigen bier strukkelt. Wat is toch uw antwoord? Als Bart de driedubbele schier ook af en toe toe zal proberen, dan zeg ik heel geer. Dan verkloor ik jullie nou tot man en vrouw. En je mocht je bezegelen met een innige kus. Maar niet te lang, want dat kan ik niet tegen. Ja, nou, nou is dat geweest, ja. Dan wil ik nou mijn gelie Linda verzoeken om dit onechte huwelijk eens even op te fleuren met een mooi lied. Als die maat en dat die wit verkoopt.